It's all I wanna do. Een nieuwe video hier op mijn kanaal. We hebben vandaag spelen een potje Uplink op de map Nuked. En ik ga spelen met de Razorback Submachine Gun. Of eigenlijk een soort rifle, wat ik vind. Want ik vind de Razorback op lange afstanden echt veel chiller dan op korte afstanden. Dus van mij had het ook een AR mogen zijn natuurlijk. Maar we hebben de mooie Diamond Camo erop. En dat is op deze wapen. Op dit wapen is echt heel sexy natuurlijk. Ik speel ook met de Side Special, met de UAV, Counter UAV en de Hater. Lekker non-lethal vandaag. Spelen Uplink. Een, ja, eigenlijk best wel e-sport game mode natuurlijk. Ja, we gaan kijken of we een lekker potje kunnen gaan neerzetten natuurlijk. Razorback is... Oei, hij zat daar in die bus. Best wel een lekker wapen vind ik. Nadat hij gepatcht is natuurlijk, dus ik weet niet wat jullie ervan vinden. Laat even in de comments achter wat jullie favoriete wapen is. Er zit daar iemand in die bussen, teammates. Ik hoef die bal niet. Dat is ook zo leuk om mensen mee te trollen, jongen. Gewoon die bal opeens random in hun handen gooien, natuurlijk. En we zijn ge-EMP'd. Althans, dat is de EMP van Black Ops 3. Die duurt gelukkig niet zo lang als op, in Black Ops 2. Dat duurt gewoon net zo lang als de EMP scorestreak. Dus dat is best wel kut om te gebruiken, natuurlijk. Is daar iemand aan de zijkant? Fuck! En ik ben dood. Kijken of we hem even payback kunnen geven. Op de grond liggen. Hoep! Helpt altijd tegen de vehicle. Dus niet gaan campen daarmee. Niet campy bedoeld, laat maar zeggen. En de spans in deze game mode. Teammate, wauw! De spans in deze game mode flippen niet, dus je kan heel hard spannen treppen, maar moet je niet te ver de spannen lopen. Want zodra de spans wel flippen, shit. Dan spannen ze bijvoorbeeld in het midden van de map, maar ze spannen nooit in onze span. Dus, dan weet jullie dat ook weer. En nu heb ik echt geluk. Ze heeft de headless hier. Omdat ik weet dat ze hierheen komen natuurlijk. Ze staan nog steeds gelijk. Kijk, dan komt hij daar weer uit zijn span lopen. Dan killen we hem met een headshot, gelukkig. Komt er daar door. Let's go. Kijken of we onze UAV'tjes kunnen halen. Mijn teammate doet echt niks. Ze liet hem gewoon doorlopen. Zag je dat? Dat is wel kak, maar ja. Mooie longshot hier. Ik blijf even hier staan. Komt hij dadelijk hier uit. Kijk, zijn ze allemaal spannen daar, jongen. Holy shit. Spannen ze hier weer. Nee, teammates zijn het ver doorgepoest. Let maar op. Of niet? Sight heb ik nu binnen. Let's go. Ik kan mijn UAV en mijn counter UAV. Oei, oei, oei. Ik heb een geluk hier. Hij komt aanlopen met zijn Bracky. Of hoe je dat ding ook noemt. Let's go. Ik heb bijna een meter. Eén kill. Oh, ik had mijn hater en ben dood. Ik had mijn hater en ik ben dood gegaan. Maar het maakt niet uit. Zo zie je maar. Er zit hier eentje boven. Teammate, hij zit hier beneden. Hij zit hier in het hoekje. Zo, hij is dood. Gooi die satellet even out of the map. Dan wordt hij weer gereset. Dat we iets meer tijd hebben om uit onze span te pushen. Dat is natuurlijk ons doel. Wij moeten niet gespand gaan worden. En ik werd random gekild door een Shiva. Oké, mag allemaal. Prima joh, als je dat doet. Maar mijn haters over. Dan heb ik die met die knife in hem. Even nog een tip als jij. UAV inbound. Hij zit boven me, ik hoor het. Ik heb awareness aanstaan. Huppakee. Als jij je specialist heel makkelijk de Ripper die het mes uit zijn handen krijgt, moet je deze game ook gaan spelen. Want zodra jij de bal hebt, kan je alsnog je Ripper gebruiken, natuurlijk.
Dat is natuurlijk handig. Holy shit. Jongens, we gaan echt savage. Ik heb een nieuwe hater voor de volgende ronde. Ik wil niet doodgaan. Nog 17 seconden voor, ik ga wegrennen. Ik ben weggerend. Let's go. Die gozer met die bal loopt daar. Hoppakee. Rooters, zit er gewoon nog een 15 streak. Oké. Bam. We gaan deze streak proberen vast te houden. Wie weet kunnen we wel wat leuks ermee doen natuurlijk. Maar dat weet ik niet. De enemies gaan redelijk zijn een paar gereedskut. Twee zijn eruit gegaan natuurlijk. Maar ik vind het wel een leuke game mode. Op de map nieuw dan is het natuurlijk altijd mooi. Maar net zoals... ja, hier heb je... beide kansen, want... wij kunnen dadelijk ook gewoon opeens gewoon gespant worden. Zonder dat we het door hebben natuurlijk. Als enemies maar even goed ons killen... en daarna in ons span drijven... dan zijn we gewoon fucked. Dus, weet je... het kan alle kanten op. Dat is het leuke aan deze game mode. Het leuke ook is dat we even op een lekker schietje zitten. En de enemies alles eruit willen knallen. Joinen gelijk weer nieuwe mensen, dus dat is mooi. Let's go. Kom maar. Kut, een EMP nade. HUD rebooting. Oh, hij heeft geluk. Oké, ik moet eventjes hier. Oei! Die auto ontplofte. Ik zit op 20, jongens. Oké, let's go. Oh my god! Fuck! Weer een choke. Oh. Shit! Oké, jongens. Niet meer aan denken, doorgaan. We zijn gewoon prima. Kan gebeuren. Dat gebeurt mij altijd, maar dat maakt niet uit. Jij moet niet die dingen eruit knallen, maat. Ik moest reloaden, shit. Ik heb wel extra de max aanstaan. Maar zo voorkomen zal ik ook weer niet in mijn wacht zijn. Shit, er komen te veel mensen om aflopen. Jongens, jongens, jongens. Ik ben echt de choke master. Daar liep de ripper. Oh, let's go. Jij bent even gewoond. Kijk, de spannen ze daar weer in mijn richtpunt. Let's go. Oh, zit er een naast me. Tering. En er zat er nog één voor me. Oké, ze spannen dus gewoon random om me heen. Dat kan allemaal. Moet ik ook even rekening mee houden als je deze game mode spant. Dat je echt niet te ver die span in gaat. Oh, ik wou even een mooie trucje met de combat knife doen. Als je de combat knife beter hebt, of de butterfly knife, of de wrench, of de knuckles, of je vuist. Kijk hier. Je kan gewoon in je handen slaan nu. Gaan we niet te veel doen. Er zitten enemies hier. Die moeten we even neerhalen. Kom maar. Let's go. Oei, hij had een pre-fire op mij met zijn HVK30. We gaan lekker, jongens. 55 om 14 is op dit moment ons score. Oh, met een handgun. Ik was al weak, ik was al weak. De MR6 is echt een OP handgun, jongen. Let's go, even site inroepen. Oh, er komt weer twee man voor me. Oké, ja. Oké. Kijken of we 70 kills kunnen halen. Moet lukken. Oh, uit de bal. Laat maar doorgaan. Oh, dan gaan we nog dit nog verliezen ook. Teammate. Ik ga ervoor scoren. Ik ga ervoor. Fuck, hé. Hey. Nee, laat hem niet scoren. Laat hem niet scoren. Af serieus. Laat hem niet scoren. Hier komt hij. Hij komt hieruit. Oké, hij is down. Oké, ik ga ervoor. Ik ga ervoor. Ik ga ervoor. Ah! Oh! Je hebt zo weinig health als je dat ding op hebt, man. Ze zeggen wel armor, dit, dat. Maar voor mij heb je gewoon helemaal niks. Let's go. Team heeft gescoord. En jij bent geturnd.
Oh, dat is maar een care package. Als er iets goed in zit, ben ik zo fucked. Er zit een vreet in. Ik kan hem niet oppakken. Mijn teammate pakt hem al. Ze mogen geen vreet hebben, man. Oké, ze hebben hem wel dus. Ja, ze hebben hem. Shit. Ik hoorde hem achter me. Maar ik wist ook dat er daar boven iemand zat. Oké, hebben we 70 kills? Nee, we hebben geen 70 kills. Nog 4 kills hebben. Maar die vreet gaat sowieso achter mij aan. Omdat ik als eerste sta. Laat hem niet scoren, die gozer. Hij is down. Gooi die ding uit op de map. Zo, dat kost tijd. Maakt niet uit dat ik dood ga. We gaan dit winnen. Ook nog objective spelen met een goede score. Ja. Level 16, 116. Kom maar. Kom dan. Oh. Ja, lekker. Kom maar, ik blijf gewoon even hier liggen. GI unit. Woe, we hebben gewonnen. Ik heb de final kill cam, geloof ik. Holy shit. Ja. Beetje game, maar ja. Moest eventjes, want we wilden dit potje winnen. 68 om 23 is het eindscore. Best wel lekker als je vergelijkt met de teammate. Dus, mocht je genoten van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog natuurlijk. Dat helpt mij enorm. En hoop jullie te zien bij de video van vanavond nog. Dus bedankt voor het kijken. En tot straks, jongens. Doei!